Hey, dit is zo lang geleden en I'm kind of stressy right now, want het is eigenlijk 3 jaar en 10 dagen geleden dat ik dit heb gedaan. Ik heb mijn tong gebeten. Wat? Dat ik dit heb gedaan. En er is zoveel gebeurd in die 3 jaar. Ik ben verhuisd, mijn accent is helemaal. Ik doe niet meer zo'n rare dingen op YouTube. Waar ik mezelf echt fucking hard voor schaam nu. Maar ik was van, yo, I kinda miss it of zo. En ik heb gewoon, allee, ik doe nu zo een andere richting. Ik ben weggegaan van ISO, ik doe nu KSO. Zo films maken en fotografie en zo. En ik was van, fuck it man, ik wil dit gewoon nog een keer doen. Ik wil gewoon nog een keer die kick hebben van een YouTube-video te maken. Snap je? Ik heb geen flauw idee wat de fuck ik moet doen. Dus ik was van, yo, laat ik gewoon mijn oude video's bekijken. Alsof dat gewoon niet erg is. Dus, the first one. Dus ik heb zelfs nog mijn jas aan in deze video. Omdat ik zo was van, ik ga nu naar huis. Ik wil nu een video opnemen. Want ik ga een YouTube-kanaal starten. Oh, god. Ik was van, yo, ik moet een Pokémon-kanaal hebben. Because that's cool. Dus ik ga nu bewijzen dat ik een echte Pokémon-fan ben. Ook al ken ik niks van Pokémon, alleen heb ik leuke kaarten. Exacta was het, exacta. Oh god, I'm ashamed of myself. Maar ja, let's watch. Hallo iedereen, ik ben Sophie Chu en dit is een nieuwe video, ook mijn eerste video. Ik wil gewoon eens tonen. Oh, hier ligt nog een kaartje. Ja, waarom wil ik elke YouTube-kanaal gaan beginnen voor Pokémon? Ja, ik ben dus net thuis en ik dacht echt van ja, ik wil echt wel een intro hebben, soort van. Ja, met mijn Pokémon-kaarten. Dus zo laat ik je zien dat ik echt al fan ben, dat ik niet voor niks. Weet je wat het ding is? Je ziet direct op YouTube wie dat lekker de noobs zijn. En wie dat er zo een advanced YouTuber is. Gewoon aan dat muziekje. Dat muziekje, dat is de basic. Dat ene basic muziekje dat elke startende YouTuber of 5 Minutes Craft of zo gebruikt. Omdat het kan. Omdat je dan denkt van, oh my god, it's so good, maar het is niet goed. Het is echt heel brak. Ik wil even het einde zien eigenlijk. Oh nee, wacht niet, dat was ik wel dan niet. Dat was dingen. Ja, ik ben zijn naam kwijt. Ben zijn naam kwijt. Ik kende geen enkele Pokémon zijn naam buiten Mewtwo en Charizard en Pikachu en Eevee en zo. Die standaard wel, maar de rest, nope. Ik ben zijn naam kwijt. Maar ik heb nooit geweten, Sophie. De namen ben ik nog niet zo heel goed, maar bedankt voor het kijken. Ben ik nog niet zo heel goed, maar bedankt voor het kijken. Wat een prachtige intro is dat. Echt iets om trots op te zijn. Je hoort ook gewoon dat ik nog iets wil zeggen, maar het gewoon niet doe. Holy damn. Oké, nu. Deze. Met wat zou ik dit opgenomen hebben? Who knows? Ik ben echt een oen. Waarom doe ik dit verticaal? Dat is ook zoiets. Ah, please film nooit verticaal. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sophie Chu en holy shit, bedankt voor alle support. Ik heb zoveel positieve reacties gekregen, maar sorry, ik ga mezelf niet meer doorspreken. Zoveel positieve reacties, zoveel goede likes, maar één dislike. Zoveel goede likes. En toen. Een like is toch sowieso goed? Whatever, kost 12. 20 subs in 3 dagen. Dat is mij nog nooit overkomen, want ik heb ook geen kanaal dat. Nou. We gaan beginnen met de Q&A die ik jullie had beloofd. Als mensen mijn social media hebben gelezen en zo, dan weten jullie het al. De eerste vraag is van Kelly Bezuien. Of Bezuien? Sorry, ik ben zo slecht met naam, dus sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. Wat is je grootste droom? Mijn grootste droom. Maar het boeit ook gewoon niet wat ik denk of zeg. Want niemand kende mij. Niemand kent mij nu. Waarom zouden mensen geïnteresseerd zijn in mijn leven?
boeit niemand wat mijn grootste droom is. De dislike snap ik. Ik snap het. Nou, next. Welke kiezen we? Oh, maar deze is echt heel erg. Ik had net mijn nieuwe camera gekregen. Mijn action mess. Ik was daar zo trots op. Oh. Zie ik dat had? Oh, er zit ook een bandje bij. Nice. Normaal zie ik eerst een andere kopen. Cybershot. Maar mensen hebben gezegd dat deze beter was. Goede research. Mensen hebben gezegd dat deze beter was. Daarom koop ik een camera van 450 euro. Maar ze zeiden dat het beter was. Jongens, toch. Oh nee, daar gaan we naar kijken. Sorry, maar zo ver wil ik het niet laten gaan. Dat moet je maar gewoon zelf doen. Die staat privé. Hack mijn YouTube-kanaal. Niet doen, alsjeblieft. Oh, dan hebben we deze nog. Maar weet je wat is? Dit is gewoon een probleem. 1. 2. 3. Why would I... Why would someone do this? Sorry. Dank je voor de sorry. Wordt niet geaccepteerd. It's sad. En weet je wat grappig is? In deze video keek ik oude video's van mijn vorig kanaal. En kijk wat ik nu doe. Dat is eng. Maar... En toen cringe ik al. Ik was jong. Still am though. Maar nu is het... Het wordt nu geaccepteerd. Nu ben ik oké. Okay. Toen niet. Maar kijk, weet je wat is? Ik zou het allemaal opnieuw doen, denk ik. Want ik heb zoveel geleerd. En daarom zit ik nu ook in een KSO-school. Omdat ik toen mijn passie voor film vond. Maar aan de andere kant... What the fuck, Sophie? Wat deed je jezelf aan? Waarom moest jij zo raar zijn? Tijd geweest, want YouTube... Waarom keken mensen naar mij? Ik had legit nog uit reacties en onlangs maakte ik een TikTok, want ik had zin om een TikTok te maken. En iemand reageerde van, wow, ik ken jou! Je bent Sophie Chu. Ik was van, waarom ken je mij? Waarom herken je mij? Ik dacht dat ik meer veranderd was. Ah ja, Kitty en Uki zijn gone. Echt gewoon weggelopen, gewoon afgebold. Alleen Lapje is er nog. Heb ik al gezegd dat ik... Oh my god. Nee, weet je, ik had daarnet zoiets opgenomen. Echt gewoon heel deze video. Maar ik had geen geluid met mijn video's. Dus nu ben ik wel gewoon pissed en probeer ik het gewoon opnieuw te doen. Maar ik ben echt pissed. Maar dus, toen heb ik ook gezegd van, kijk hoe gay ik eruit zie. Ik zie er mokertje gay uit. You know what I am right now. You know what I am. Nee, maar serieus. Ja. Je kon het al zien. Het stond gewoon op mijn hoofd geschreven. Nou, top. Wat fijn. Nu kom ik ook even uit de kast. Ja, dit was hem wel, denk ik. Dit was wel genoeg voor vandaag.